Jeffrey Keizer, aanvoerder van SCW. Deceptie, hè, 3-3. Uiteindelijk wel, ja. Ja, als je hem in de laatste minuut nog tegenkrijgt, dan is dat wel een deceptie. Maar, Zijn vader Frans tegen je? Ja, nog niks eigenlijk. Ik heb hem nog niet echt gesproken. Okay. Nee. In ieder geval 3-3. Je staat 1-0 voor, 1-1, 2-1, 2-2 door die strafschop. Ja. 3-2. Ik denk, nou, het is een gelopen koers. Jullie houden het dicht achter en het blijft 3-2. Ja. 17 punten. En VVS 46, die moet eigenlijk het nakijken. Maar nu is het zo. 1 punt, 15 punten. VVS 46 tegen Medemblik, ook 1 punt. Die hebben de 12. Even kijken. Nou, en dan is het natuurlijk volgende week. Howard. Ja, Howard, ja. Nou, ik weet er alles van met Howard. Ja. Ja, wordt lastig, maar we hebben een punt genoeg. Ja, en hun moeten tegen Hugo Boys. En dat is dus eigenlijk, die vecht natuurlijk nog voor degradatie. Althans, voor de nacompetitie. Ja. En jullie tegen Howard. Het is vandaag zeker de bloemen willen hebben. Ja, dat klopt. Maar wat ik al zeg, we hebben een beter doelsaldo dan VVS. En wij hebben in principe dus aan een punt genoeg. Dus wij kijken wel met vertrouwen naar volgende week. Maar als je verliest en hun winnen, dan ben je helemaal Dan hebben we niks. Nee, dat klopt. Dus dat ben ik met je eens. Maar ja, nogmaals, het doelsaldo van ons is ook nog een stuk beter. Dus rare competitie, hè? Ja, hele rare competitie. Ja, dat klopt. En jullie hebben dan, in deze periode zijn jullie toch tweede. En dan gaat alles dan verloren. Ja, maar ik ben er eigenlijk niet zo bang voor dat het nog fout gaat. Ik heb wel vertrouwen dat het volgende week dat het goed gaat komen. Want ik zeg, wij hebben plus 8 ten opzichte van hun. Dus moeten wij wel dik verliezen en VVS dik winnen. Dus. Nou goed, dan heb je die periodetitel. Dan speel je tegen andere derde klasses. Niet dan de derde klasses uit deze competitie vandaan. En dan een prachtig affiche misschien. Ja, ik hoop het. Spartanen? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ik heb begrepen dat die vandaag verloren hebben, dus... Dat die de kans bestaat. Hoeveel mensen zullen er dan hier staan op het veld? Nou, dan ga ik wel vanuit dat er... Of zal het op een neutraal veld zijn? Ja, dat ligt eraan. Volgens mij spelen we eerst de halve finale, kunnen we ze niet treffen. En dan de finale is volgens mij wel op een neutraal terrein dan eventueel. Dus, maar dat zou natuurlijk wel het mooiste affiche zijn die je kan treffen. Maar als jullie promoveren, ja, dan missen jullie weer de Spartanen. Ja, dan wel. Ja, dat zou dan wel jammer zijn, dat klopt. Maar ja, dat doen we dan graag, hoor. Is dat nog steeds een beetje van... Ja, dat is er nog steeds wel, alleen... Ook met de kermis? Nee, dat valt niet. Maar we voetballen natuurlijk nu al een aantal jaren niet meer tegen elkaar in competitieverband. Dus ja. Maar ja, we hadden in de winter nog een oefenwedstrijd tegen ze en die ging wel weer op het scherp van de snede, zeg maar. Dus, Oké. Ja. Toch, jullie hebben toch wel wat kansen gemist, hè? Hoe kan dat? Ja, we hebben kansen gemist, maar Voort heb ook kansen gemist. Als we kijken naar... Van de zaal die je dan overschrijft voor het leefdoel. Ja, je merkte gewoon, de eerste helft hadden wij natuurlijk vlak voor rust... Toen waren jullie veel beter. Veel beter en een goede kans op de 3-1. En de tweede helft was Voort eigenlijk een stuk beter. En werd het 2-2. En toen kwamen we nog met 3-2 voor. Dus dan moet je hem eigenlijk over de streep trekken. Maar ja, toen kregen ze natuurlijk hun ook al wel wat kansen. Nou, kan je niet feliciteren? Nee, helaas nog graag, niet. Had ik je graag gedaan? Ja. Het zei zo, hè? Volgende week dan maar. Voetbal is altijd een rare sport. Ja, klopt. En dat maakt het ook leuk.